rechtvaardige waarschuwing gegeven heeft, gaat hij haar straffen. In hoofdstuk 8 zullen wij zien hoe dat God eerst de heidense Romeinse Rijk straft voor zijn goddeloosheid. En vanaf 16 zullen wij zien hoe God de kerk van Rome gaat straffen wanneer hij de schalen van wraak en vergelding op haar aan het eind van de eeuwen zal leeggooien. Wij staan momenteel op de drempel van dit gebeuren, het laatste oordeel. En het is niet alleen de Romeinse kerk die geoordeeld zal worden, maar elke organisatie en enkelingen die de sporen, die in de sporen van Rome wandelen en zodoende ongehoorzaam zijn aan het oorspronkelijke bevel. Zoals we dat kunnen lezen in Matteüs 28 vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak het en zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en onderwijs al de volken derzelfde dopend in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb en zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen. Daarom dat dit doodvonnis ook uitgesproken wordt over haar kinderen, namelijk de kerken die aan de Romeinse Nicolaïtenleer vasthouden en verkondigen. Wat daarvan overblijft zal zuiver zijn en weten dat haar werken boos waren. Waar staat u? Is het woord van God uw absolute maatstaf? We gaan verder. Vers 23 tot 25. En haar kinderen zal ik door hen dood ombrengen, door den dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot de anderen die de Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Prijs de Heere dat degene in de gemeente van Thyatira dwars door de Romeinse katholieke gebieden van de donkere middeleeuwen heen deze stroom heeft tegengestaan en alleen de Zoon van God en hem alleen aanbeden hebben. Gedurende deze periode heeft dit afgodische pauselijk stelsel de vele inquisitierechtbanken ingesteld waar veel hervormers de marteldood moesten ondergaan. Een bewijs van hun haat voor de waarheid. Onze Heer Jezus moedigt echter die getrouwen aan om vast te houden wat ze hebben totdat hij overkomt, totdat hij komt. Vers 26 en 27. En die overwint en die mij werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over heidenen en zij zullen ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen de pottensbakken vaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Hier wordt opnieuw bevestigd dat dit de beloning van de overwinnaars is om deel te hebben aan de uiteindelijke heerlijkheid van Jezus op zijn troon wanneer hij het koninkrijk van Israël en de gehele wereld van zijn Vader ontvangt. In de donkere eeuwen heeft de paus van Rome onbegrensde macht over de natiën uitgeoefend. Maar Jezus belooft de martelaren dat de tijd zal aanbreken dat de bordjes verhangen zullen worden. Dat lezen we ook in Psalm 72 vers 7. En het recht en gerechtigheid zullen heersen in plaats van ongerechtigheid. Daarom lezen we deze Psalm 72 vers 7. In zijn dagen, dat is de dagen van Jezus, zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. We lezen vers 28 en 29. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft die horen wat de geest
tot de gemeente zegt. De Heere Jezus zelf is de morgenster. Openbaring 22 vers 16. Hij geeft dus aan de overwinnaars niets minder dan zichzelf. Dit sluit zijn beeld, de gaven van de eerste opstanding in. 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem, dus aan Jezus, gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigen zichzelf gelijk hij rein is. Hij biedt de overwinnaars ook aan om mede-erfgenamen met hem te worden, wanneer hij komt om de troon van zijn vader David over te nemen. Zoals voorzegd in Lucas 1 vers 32 en 33. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in alle eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hoe heerlijk is zo'n belofte aan een ieder die de bittere vervolging moest ondergaan ter wille van de naam en zaak van onze Heere Jezus. Gemeente 5, Sardes. Openbaring 3 vers 1 tot 6. De periode ongeveer tussen 1517 en 1789 AD. Zoals we dat noemen, de hervorming. Vers 1. En schrijf aan de engelen der gemeente die te Sardes is, dit zegt, die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Sardes was zoals de overige ook een van die oorspronkelijke gemeenten in Azië, waar zoals Petrus in zijn zendbrieven aanwijst. Loami, Israël, de 10 stammen, waren verstrooid, zoals we lezen in Hosea 1 en 2. Sardes lag ongeveer 30 mijl zuidoost van Thyatira gelegen en nog één, en was ook een van die grote handelscentra's van Azië. Het was bekend om haar losbandige levenswijze en lage morele standaarden. De woorden Sardes betekenen om te ontvluchten. Dit duidt de ontsnapping aan vanuit een zeer gevaarlijke positie of toestand. Dit duidt symbolisch het tijdperk in de kerkgeschiedenis aan die bekend staat als de hervorming of reformatie die ingeluid is door Johan Hus, Wycliffe, Maarten Luther en anderen. Omdat dit een reformatorische gemeente symboliseert, zou men aannemen dat deze gemeente een levende, vol vuur voor Jezus zal zijn. Maar helaas was dit niet het geval. Het tegendeel was waar. Er waren weinig apostolische waarheden overgebleven. Bijvoorbeeld de Bijbel moest worden hersteld. En er moest hersteld worden de doop van de gelovigen door onderdompeling. De doop in de Heilige Geest met de tekenen van spreken in vreemde talen. De gave van de Heilige Geest. Lees voor deze zaken 1 Korinthe 12 vers 4 tot 11 en Efeziërs 4 vers 7 tot 16 eens ernstig door. Verder goddelijke genezingen, Gods grote belofte aan Israël en de lering aangaande de wederkomst van Christus en de wederoprichting van alle dingen. Lees Handelingen 3 vers 19 tot 26. En nog veel meer. Ja, waarlijk, zij zijn weggebroken van Rome en hebben dus een naam gehad dat zij leven, maar in werkelijkheid nog zeer
veel van Rome met hen meegenomen hadden en dat zij dood waren. Dit zien wij in vers 2. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Vandaar deze scherpe terechtwijzing van hem die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. De gemeente van Sardes heeft de bediening van de Heilige Geest in zijn volheid erg nodig gehad en Christus zou dit voor hen gedaan hebben als zij hem daarom gevraagd hadden. Want zeven is het getal van de volmaaktheid. Jesaja 11 vers 2 noemt deze zeven hoedanigheden van de geest die Christus bezit en let op, hij noemt dit in verband met zijn komst om zijn duizendjarig vrederijk op aarde te stichten. En hij zegt, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte en de geest van kennis en vrezen des Heren. Men kan het protestantisme van die tijd als volgt beschrijven. In tegenstelling tot de Roomse duisternis en onkunde is zij verlicht geraakt en is begonnen om de uiterlijke wijze, om op uiterlijke wijze grote staatskerken en genootschappen op te richten met hun leerstellingen en tradities. Deze dure kerken en kathedralen, universiteiten en seminaries, raden, bureaus, dienen om de publicatie en propaganda te bedrijven voor hun uiterlijk vertoon. Ja, niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland stond voorop om deze te veroveren door hun zendingsdrift. Al deze bedrijvigheden zijn zeer ver verwijderd van de apostolisch patroon met hun manifestaties van de gaven en vruchten van de Heilige Geest. Gods gemeente moest een heilige gemeente zijn. Met andere woorden, een heilige ecclesia. Geen sociale club waar zondaars vermaakt worden. Duizenden in deze koude, formalistische kerken van het protestantisme weten niets van de ondervinding van wedergeboorte. De meeste kerken die uit de reformatie voortgekomen zijn, hebben maar weinig geestelijke kracht en van de oorspronkelijke apostolische kerk bezeten. Integendeel, ze waren dikwijls betuttelend, dweepziek en bekrompen en in veel gevallen erop uit om ook minderheden te vervolgen. En dit op net zo'n vrede manier als de Spaanse Inquisitie. Arthur Bloomfield beschrijft het als volgt. Sardes is een machtige kerk met een grote naam. Zij heeft Jezebel afgeschud, maar veel van haar vormen en borduursels behouden. Haar hervorming was niet volkomen. Ceremonies, liturgie, kerkelijke pracht, kaarsen, altaren, optochten, zachte muziek, alles wat maar een kunstmatige geestelijke atmosfeer kan scheppen, is maar een namaaksel van en niet een plaatsvervanger van de Heilige Geest. Dit alles stamt af van de Roomse kerk en niet van de apostolische kerk. Zij wijst terug op Babylon en niet op Pinksteren. Vers 3. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaard hebt, en bekeert u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. We lezen de volgende teksten zeer aandachtig. Openbaring 16, vers 15. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Matthäus 24 vers 43. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben
en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2 en 3. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. En zij zullen geenszins ontkomen. Diegenen die niet waakzaam zijn, zullen onverwachts door de dief overvallen worden. Maar diegenen die gereed zijn en hun lampen brandende houden en zelf extra olie, dat wil zeggen de Heilige Geest, in hun kan hebben. Vers 4. Doch gij hebt weinig namen, ook de Sardes, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Zelfs in dit tijdperk waren er ook overwinnaars. De Pinkster apostolische vlam in de verkondiging van de volle raad waren te vinden onder de Waldenzen en de Albigenzen in hun schuilplaatsen in de bergen van Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, die hun lampen brandende hielden. De gewapende machten van de paus hebben dikwijls hele dorpen en gemeenten van deze dappere helden van het geloof uitgewist. Deze periode is ook beroemd voor de oogst aan martelaren ter wille van dit geloof. Dit is ook de tijd van de vrede inquisitie en van de vertaling van de Bijbel in de taal van het volk. Maarten Luther en anderen hebben de georganiseerde boosheid van die tijd getrotseerd, zoals bijvoorbeeld het verkopen van aflaatbrieven, die de koper als het ware een concessie gaven om door te gaan met zondigen nadat zij deze brieven hadden gekocht. De grootste immoraliteit vierde hoogtij. Het zijn geschiedkundige feiten dat verscheidene pausen bastaardkinderen in de wereld hebben gezet. Mannen zoals George Fox, Johannes Knox, Swinley en anderen hebben de Roomse kerk met al zijn misbruiken openlijk weerstaan en hun leven op het spel gezet. Veel namen zoals Savonarola en John Huss moesten de martelaarsdood sterven. Maar Christus heeft beloofd dat zij samen met hem in witte klederen zouden wandelen, omdat zij die waardig zijn. Vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn heilige engelen. Opnieuw worden er heerlijke beloften gedaan aan diegenen die overwinnen. O, mogen de Heer geven dat meer van zijn kinderen hem toch op zijn woord zullen nemen en streven naar deze hoge roeping in Christus Jezus onze Heer. Voor de eerste discipelen was een overwinnaarskroon en lauwerkrans van grote waarde en waard was om ervoor te sterven. Lees voor uzelf in de Bijbel Filippenzen 3 vers 8 tot 14, 2 Timotheüs 2 vers 11 en 12, Hebreeën 11 vers 35 en Openbaring 3 vers 21. Deze witte klederen zijn de klederen van gerechtigheid die voor verworven zijn door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. In Lucas 12 vers 8 en Matthäus 10 vers 12 belooft onze Jezus dat hij degene die hem voor de mensen beleiden, hun namen voor de Vader en de heilige engelen zal beleiden. De vraag is, gelooft u dat? De mens wil zo graag in menselijke kringen geëerd worden, maar de eer van God zoeken zij niet. Wat een blijde dag zal het zijn voor de hemel en de aarde, wanneer de Christen God weer letterlijk op zijn woord zal nemen. Waarlijk, diegene die zo zal overwinnen, zal deel hebben aan de eerste opstanding en samen met Christus regeren 1000 jaar lang.
Hun namen zijn geschreven in het boek des levens, waar de tweede dood geen macht over heeft. De Heer Jezus waarschuwt diegenen die God maar voor de helft gehoorzamen in de bergprediking, dat wanneer hij komt en zeggen zal, Heere, Heere, hij zich zal omdraaien en zeggen, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Deze mensen, hoewel christenen in naam, hebben veel van Gods wetten en verordeningen verdraaid om nog bruikbaar te zijn in zijn dienst, om anderen als voorbeeld te dienen en om hen te leiden naar Gods volmaakte wegen van waarheid en gerechtigheid. Zij zijn niet volmaakt voor God bevonden. De boodschap van Christus aan de gemeente van Sardes was dus dat deze mensen zich moesten bekeren van hun zonde om heilig en afgezonderd te leven, indien zij wilden deelnemen aan het boek des levens. Exodus 32, vers 33, daar staat het geschreven. God heeft tot Mozes gezegd, maar de Heere zei tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Openbaring 22, vers 19 zegt ook zoiets. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek der profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. We gaan nu weer naar vers 6. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Laten diegenen die nog een geestelijk oor hebben, ontvankelijk zijn voor de boodschap van de Heilige Geest. Want langzaam maar zeker en onopgemerkt heeft de oorspronkelijke kerk meer op menselijke methoden, zoals verstand, staat gemaakt. En steeds minder en minder hebben zij zich afhankelijk opgesteld van de Heilige Geest. Want voor het vlees zijn die dingen van de mens altijd belangrijker en aannemelijker dan de werking van de Heilige Geest. Dit wordt herhaald in de brief aan de Efeziërs in Openbaring 2 vers 7 en Smyrna in Openbaringen 2 vers 11. Zo ook in Pergamum, Openbaring 2 vers 17, Thyatira, Openbaring 2 vers 29, Sardes, Openbaring 3 vers 6, Philadelphia, Openbaring 3 vers 13, Laodicea in Openbaring 3 vers 22. Let op dat de Heer hier met de gemeente spreekt en niet met een onbekeerde wereld. En dat het alleen de overwinnaars binnen de gemeente zijn die hij bij de eerste opstanding zal roepen om aan zijn lichaam het uitvoerende gezag te geven in het duizendjarig vrederijk en om te dienen. De anderen zullen een mindere beloning op een later tijdstip ontvangen. Gemeente nummer 6, Philadelphia. Openbaring 3, vers 7 tot 13. Een tijdperk ongeveer 1789 AD tot aan de wederkomst van Christus. Bevrijding van de getrouwe gemeente. Philadelphia ligt omtrent 28 mijl ten zuidoosten van Sardes. Het was een belangrijke strategische stad die in die tijd werd beschouwd als de poort tot het oosten als gevolg van haar ligging en werd tevens beschouwd als een ideale zendingsstad. De naam Philadelphia betekent broederlijke liefde en is daarom niet zonder betekenis
dat in dit kerktijdperk het zendingsijver was waarin grote verschillende herlevingen hebben plaatsgevonden. Waarin er veel van de gaven en werking van de eerste kerk werden herontdekt. Zoals de doop in de Heilige Geest, het spreken in tongen, goddelijke genezing, de 9 gaven van de Heilige Geest en de 5 bedieningen van de Heilige Geest enzovoorts. De Roomse kerk, het mystieke grote Babylon, heeft 4 eeuwen lang het volk van God in een soort geestelijke en fysieke verslaving gehouden, die veel erger is dan de verslaving van Israël in Egypte. De hervorming was het begin van de verbreking van deze kettingen, waarmee Gods volk Israël, dat wil zeggen de blanke protestantse westerse natie, gebonden waren. Na de Franse revolutie is er een periode van christelijke activiteit ontstaan die begon met het oprichten en bedrijven van zending en bijbelgenootschappen die tot het gevolg hadden dat het woord bewaard werd en deze ter beschikking en toegankelijk te maken. En deze zendingsgenootschappen verspreidden het woord van God. Dit was voorwaar een broederlijke liefde. Het is van het grootste belang om dit niet als iets toevallig te beschouwen, dat deze genootschappen in West- en Noordwest-Europa en aanverwante landen en volkeren naar de andere kant van de wereld zijn gegaan. Zij zijn de moderne afstammelingen van de zogenaamde verloren stammen van Israël. Deze geschiedenis wordt afzonderlijk behandeld in een ander document die ook weer bij ons te verkrijgen is. Dit is een vervulling van Gods opdracht en belofte aan Israël, zoals hij bijvoorbeeld in Jesaja 43 vers 21 laat spreken. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Maar Gods woord moet toch waar zijn dat Israël dit zou doen? Want ziende op de westerse natieën, hebben zij dat in de afgelopen eeuwen verkondigd. Dwaalt de christelijke wereld niet omdat zij de schriften niet goed kennen en ook de kracht van God niet? Jezus heeft Israël uitverkoren als zijn getuigenvolk en niet het Jodendom. Matteüs 22 vers 29 zegt ons, Jezus antwoordde en zei tot hen, gij dwaalt, want gij kent de schriften niet, noch de kracht Gods. Moest de Heer niet tegen de Emmausgangers zeggen, o onverstandig en traag van hart, dat gij niet gelooft alles wat er gesproken hebben. O, ik wou dat er velen vandaag deze tekst door hadden. Lees daarom de volgende teksten. Jesaja 54 vers 1 tot 3. Jesaja 43 vers 10 tot 15. Jesaja 44 vers 1 en 2. Dan vers 6 tot 8. Vers 21 en dan vers 21 tot 24. God belooft aan Israël dat zij zijn getuigen zouden zijn. En welke natie, behalve dan de blanke westerse protestantse natie, sturen het woord van God uit over de gehele aarde? De graven van zendelingen over de afgelopen eeuwen zijn de bakens van licht in vreemde heidense velden. En van welke natiën waren zij? U kent het antwoord. Nu vraag ik weer, heeft God niet gezegd dat Israël zijn getuigenvolk zal zijn? Hoe komt het toch dat u hem niet gelooft? Gedurende dit Philadelphia tijdperk is het geloof in en de hoop op de wederkomst van onze Heer Jezus weer sterk in de belangstelling gekomen, zoals in de dagen van de apostelen. Terzelfde tijd zijn duizenden ware kinderen van de Heer ook tot heerlijkheid ontwaakt en gekomen en zij kwamen uit de westerse protestantse natie die hun identiteit aan het licht zijn gekomen en hebben erkend
dat zij afstanden van het huis van Israël, waaronder ander ikzelf. Vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, hij sluit en niemand opent. De sleutel is het symbool van eigenaarschap. Uiteindelijk is het gezag die de kerk van Rome aan zichzelf had toebedeeld, teruggekeerd aan de gemeente van God. De wedergeborene. Hier zien wij de Heer Jezus als leeuw uit de stam Juda, aan wie de opvolging tot de troon en koninkrijk van David behoren. Bezig is om zijn volk Israël, dus zijn volk, op te roepen om de taak van de vestiging van dit koninkrijk van God op aarde aan te pakken. Een van de opdrachten is om Jezus te verkondigen als een licht voor de natiën en heil van God tot aan het einde der aarde om dat te verkondigen. Lees daarom Jesaja, Matthäus 6 vers 10, Lucas 1 vers 31, Lucas 1 vers 67 tot 80 en Lucas 2 vers 30 en 32. We lezen weer vers 8. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Opdat die taak daarvan in het vorige vers wordt gesproken en gedurende dit tijdperk voltooid zal worden, in dit Philadelphia tijdperk wel te verstaan, is aan deze gemeente een geopende deur gegeven. Het boek dat door de Romeinen was gesloten, werd nu geopend en moest doorgegeven worden aan het gehele mensdom en dat. Paulus schrijft aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 3, zijt gij zo onverstandig dat gij begonnen zijn met de geest en eindigt gij nu in het vlees? Het belang van deze waarschuwing wordt beklemtoond door het feit dat dit aan elk van de 7 gemeenten en de daaraan verwonde natiën van West- en Noord-Europa, deze hebben de Bijbel genomen en deze in meer dan 1000 verschillende talen uitgegeven en is tevens begonnen met het evangeliseren tot aan het einde van de toenmalige aarde. In deze lange maar heerlijke geschiedenis waren er soms maar weinigen, maar met grote kracht, die met heldenmoed en onuitblusbaar geloof staande gebleven zijn voor de naam en zaak van de gehele raad van God. O mag de Heere kracht en genade geven aan ons vandaag, zo dicht bij het einde van dit tijdperk, om samen met Paulus te kunnen zeggen, want ik heb u niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen, zoals geschreven staat in Handelingen 20 vers 27. Vers 9, zie, ik geef sommigen uit de synagogen de zadels van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Wij hebben reeds uiteengezet omtrent deze synagogen van Satan dat zij die zeggen Joden te zijn, liegen, zoals geschreven staat, Openbaring 2 vers 9. Toen wij de brief aan de gemeente van Smyrna behandelden. Daarom moet u ook Jeremia 24 zelf lezen. U weet wel over die mandjes met vijgen. Het is van groot belang om in gedachten te houden dat diezelfde elementen die Juda vertegenwoordigt in de tijd van Jezus en hem aan het kruis lieten nagelen, ook vandaag nog steeds actief zijn. Dit zal voortduren, totdat, we lezen Zacharia 12 vers 10, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen, als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen
als het leed om den eerstgeborene. Dit zal plaatsvinden te midden van het vuur van Armageddon, die het voorspel zou zijn van de wederkomst van Jezus Christus, de Messias. Vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld zou komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. De beproeving van hun geloof zou de gemeente van Philadelphia niet ontmoedigen, want de Heer heeft beloofd om hen te bewaren in het uur van de beproeving die over de gehele wereld zou komen, om de bewoners van de aarde op de proef te stellen. Naarmate het einde van de eeuw dichterbij komt, zou de gemeente ontdekken dat hun inzichten in de profetieën steeds duidelijker en helder is geworden, en dit zal voortduren tot aan het aanbreken van de nieuwe dag. En dit geldt tevens voor elk waar kind van God. De schrift zal in die dagen meer en meer geopend worden voor elk wiens hart daarop is ingesteld om de wil van de Heer in waarheid te leren kennen. De vervulling van die profetie ligt in zijn eigen uitleg. Nu de laatste fase van die profetie in vervulling gaat, wordt dit wat tot nu toe in duisternis lag, voor ons geopend en verlicht. Vers 11. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Het kost heel veel inspanning om de waarheid te ontdekken, om deze te begrijpen. Het kost moeite om een licht aan te steken en om deze brandende te houden. Er waaien immers zoveel boze winden en stormen die soms op volle orkaankracht en ruw geweld het licht willen uitblussen. Zo is het ook met diegenen die in het Philadelphia-tijdperk die voor de waarheid instaan. Een goed voorbeeld die men kan geven zijn die van de satanische machten vol haat en list die door het communisme, socialisme, liberalisme werken om het christendom uit te roeien. Allen die actief voor de waarheid strijden, en er zijn er veel voor die zich opgeofferd hebben, zal de zoetigheid en de bemoediging waarderen. Ik kom spoedig, zegt Jezus. Houd vast wat ge hebt. Samen met Peter zeggen wij, de Heer zal ons vasthouden tot aan het einde toe. Niemand anders dan Hij kan de woorden van de waarheid en de leugen geven. Pardon, niemand anders dan Hij kan de woorden van waarheid en het eeuwig leven geven. Gelukkig, dank de Heer aan een ieder die van de 7 zendbrieven aan de gemeente sluit met de woorden, opdat niemand uw kroon neemt. Vers 12. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel, mijns gods, en ik zal niet meer daar uitgaan. Ik zal op hem schrijven de naam mijns gods, de naam van de stad mijns gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God met mijn nieuwe naam. De overwinnaars zullen pilaren zijn in de tempel van God die een ereplaats innemen, en zullen tot ondersteuning en gezag zijn in het herstelde koninkrijk. Een pilaar is een zeer belangrijk instrument in een gebouw. Zij moeten immers het gebouw overeind houden. Dit doet een ieder die leeft uit en voor de naam en zaak van de Heer. In Galaten 2 vers 9 wordt naar Jacobus en Kefas en Johannes gewezen als pilaren in de eerste gemeente. Hoe lieflijk is het voor een leraar van een gemeente om mannen en vrouwen te hebben op wie hij ten alle tijde staat kan maken. Ik geloof dat een mens in het hiernamaals zal voortleven in dezelfde trant zoals hij op aarde heeft geleefd.
Aan de andere kant van de onbegrensdheid zal er niets zijn om je slechte eigenschappen aan banden te leggen. Het zal voortgaan en nooit verzadigd worden. Verschrikkelijk en voor eeuwig afgrijzelijk. Maar als alles goed was, zal het goed zijn voor de geredde mens en deze zal eeuwig vrij zijn van alle belemmerende factoren die in zijn leven waren ingeslopen. Al de verzoekingen, hij zal vrij zijn en zich volledig in vrijheid kunnen uitleven. Waar zijn hart zo naar heeft gehunkerd, want daar geldt, waar jouw schat is, zal ook je hart zijn. Houd dus vast wat je bezit. De overwinnaars zullen burgers zijn van het nieuwe Jeruzalem, welke later in de hoofdstukken zal beschreven worden, en ze zullen een nieuwe naam van God ontvangen. En zullen samen met de Heer Jezus heersen en regeren. Zij zullen dus worden, zoals hij in 1 Johannes 3 vers 2, en mede-erfgenamen in dat koninkrijk zijn. Laat het zo zijn, laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. De opstandingsgemeenten zal in het midden van het herstelde Israël en in die natiën gedurende het millennium regeren. En in de eeuw die volgt staan als een kroon van heerlijkheid. We lezen Ezechiël 37 vers 27 en 28. Daar zegt God, mijn woning zal bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heer het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Lees ook het gehele hoofdstuk om het verband te verkrijgen. Vers 13. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. De geest doet opnieuw een beroep op de gemeente om te beseffen hoe oneindig groot het voorrecht is die wordt aangeboden aan diegenen van hun leden die getrouw zijn en hebben overwonnen. Dat zij samen met de Heer Jezus kunnen delen de eer en heerlijkheid om te dienen en te heersen totdat de wederoprichting alle dingen is voltooid. Zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 24 tot 28. Daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben, want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem, dus aan de vader onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alle in alle. Het laatste tijdperk 7, Laodicea, Openbaring 3 vers 14 tot 22. Een tijdperk ongeveer van 1850 tot aan de wederkomst van de gezalfde koning. Dit wordt genoemd de lauwe kerk, het laatste stadium van afvalligheid. De stad Laodicea ligt ongeveer 40 mijl ten zuiden van Philadelphia. Er wordt verteld dat deze gemeente welgesteld was en het niet nodig achtte om hulp van God of mens te vragen. Maar vandaag is het een stad die bestaat uit een vervallen ruïne. Het is niet nodig om de kerk van Laodicea in bijzonderheid te beschrijven. De woorden die de Heer Jezus tot deze kerk gesproken heeft is zo direct in hun strekking aan hen gericht, zodat niemand dit verkeerd kan verstaan. Het is zeker van toepassing op de kerk van vandaag, die alleen in naam kerk is. Vers 14 tot 16. En schrijf aan de engel der gemeente, de Laodicea, die zegt, de amen, de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods, ik weet uw werken, dat gij nog koud, nog heet zijt. Waart gij maar koud of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud,
zou ik u uit mijn mond spuwen. Het woord Laodicea betekent kracht van leken. Dat is de zevende en laatste periode die genoemd wordt en beschrijft de toestand van de georganiseerde kerk zoals deze zal zijn aan het einde van deze boze eeuw. Nu dicteren de leken de predikers. We lezen Timotheus 4, vers 3 en 4. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar vertichtsels keren. Hier zijn de bordjes niet verhangen. In de gemeente van Efeze met de Nicolaïten, Pergamus met zijn Biliamieten en Thyatira met zijn Isabel, toen was het andersom. In die dagen, toen de eerste kerk nog tegen het heidense Rome moest strijden en velen om hun geloof moesten sterven, waren zij nog krachtig en prachtige overwinnaars, omdat zij hard moesten strijden. In de dagen van haar strijd tegen de Roomse kerk was dit ook het geval. Maar de kerk van Laodicea, die nog koud nog warm is, die bezit wel een gedaante van Gods zaligheid, maar de kracht daarvan verloochenen. Terwijl zij met de wereld samenwerkt, wie een vriend van deze wereld is, is een vijand van God. Want hij zegt, omdat gij lauw zijt en nog heet nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Deze kerk schiet schromelijk tekort. Wereldgezindheid, kerkorde en allerhande ceremoniën hebben de plaats van de ware geestelijkheid ingenomen. Dit is een kerk waar de gemeente dicteert en waar de leraar het niet durft te wagen om maar iets te spreken wat de mens niet graag wil horen. Waar de lering vanaf de kansel moet worden aangepast bij de smaak van de kerkbank. Deze half warme, half koude gemeente is verdeeld tussen Christus en de wereld. Zij wil niet de schijnheiligheid opgeven en ook hun aanspraak op de hemel niet. Maar toch blijven zij krampachtig vasthouden aan de aardse dingen. Zij bezitten nog net genoeg kennis in hun geweten om Christus niet geheel te verloochenen. Er is veel lippendienst, maar weinig geloof. De ene voet op de dansvloer en de andere onder de tafel van het avondmaal. Het bijwonen van een eredienst en die van een operahuis is evenwel een teken van een eervol burgerschap van het moderne christenland. Oh ja, ze is erg tevreden over zichzelf, grootspraak en verwaandheid, maar o zo leeg. Nu zij tot het wereldse niveau is neergedaald en haar smaak heeft geproefd en de lof van de wereld en haar goedkeuring heeft verworven, denken die Laodiceërs dat zij verrijkt zullen worden en aan niets gebrek zullen hebben. Ja, de kerk is prachtig en de gemeente zij zo intelligent en invloedrijk en de predikers zo geleerd en aangenaam. De diensten zijn aanstekelijk, de muziek zo strelend. Al de raden zijn onder zulke bekwame leiders. Er wordt ook veel aan liefdadigheid gedaan. Er is zoveel moois en wonderlijks. Wat wil men dan nog meer? Maar we lezen vers 17 tot en met 19. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken,
opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. De georganiseerde godsdienst van vandaag is dus hoogmoedig en zelfbewust geworden. En heel tevreden met haar uiterlijke vertoning en vormen. Onbewust van haar geestelijke naaktheid. Trots op het verleden en tevreden met het heden, beschermd door overheid, hebben de leden van die kerk van Laodicea het woord en de waarheid verwaarloosd. De kerk heeft de zalving en de wonderwerken en levenskracht van de apostelen en hun volgelingen volledig verloren laten gaan. Zij worden aangeraden om van de Heer goud te kopen die door vuur gelouterd is, vers 18, en om zich te bekeren volgens vers 19. Een van de kernwaarheden die weer ontdekt moet worden en waar opnieuw voor zal moeten worden ingestaan, koste wat het kost, is het herstel en haar ontwaking tot haar Israël-identiteit en verantwoordelijkheid. Blind voor deze waarheden en inzet tegen schriftuurlijke lering aangaande het Koninkrijk van God, faalt de kerk van Laodicea. Er is geen inzicht om Gods plan aangaande zijn volk Israël juist te zien. Juist deze kerk had op de tekenen van de tijd behoren te gaan wijzen, maar zij is lauw en blind en geheel onbekwaam om de voleinding van de tijd te herkennen en haar opdracht uit te voeren. Vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Hier vinden wij de verschrikkelijke tragedie van de moderne tijd. De Heer Jezus is buiten de kerk gezet, zodat hij moet kloppen om weer binnengelaten te worden. Vandaag zijn er gelukkig veel boodschappers die een zalving en een boodschap van de Heer ontvangen hebben. Zij hebben liefde en een drang om deze boodschap aan en met Jezus vrijgekochte leden van zijn koninkrijksvolk, van zijn spoedig komend koninkrijk, aan die gemeente te willen brengen. Maar de deuren van de georganiseerde kerken worden voor hen gesloten gehouden. Vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op zijn troon, gelijk ook ik hem overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Zoals al aan de andere kerkdispensatie is gegeven, biedt de Heer ook hier in deze gemeente van Laodicea aan de overwinnaars de prijs van de hoge roeping in Christus Jezus aan, om met hem bij de eerste opstanding te worden uitgeroepen, om verheerlijk te worden en om samen met hem als heersers te staan in zijn volmaakt beeld van onsterfelijkheid. 2 Timotheüs 2 vers 12. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Filippenzen 3 vers 10. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden. Hebreeën 11 vers 35. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Dan lezen we Romeinen 8 vers 14 tot 17 en dan vers 24. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen en erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers,
Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Matteüs 17 vers 2, dat gaat over Jezus. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als licht. Lees ook de volgende versen uit Lucas 1 vers 32 en 33, Handelingen 2 vers 30, vers 34 en 35 en hoofdstuk 15 vers 14 tot 16. Dit zijn genoeg bewijzen dat de Christus nu nog niet op zijn eigen troon is gezeten. Het Davidische verbond en de belofte van God aan de profeten en door de engel Gabriël aangaande het Messiaanse koninkrijk moet nog vervuld worden. Wij geloven dat dit voor de deur staat. Daarom besluiten wij met vers 22. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Let op de boodschap aan deze gemeente. Hen is vergund om samen met hem te kunnen regeren. Voorwaar een zeer groot voorrecht. Maar bedenk dit, wordt geen lauwe christen, aan hen wordt het niet aangeboden. Maar aan ware overwinners die hem, Jezus, lief hebben en aan hem onvoorwaardelijk hun dienst en gehoorzaamheid betonen.